welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een soort video die ik nog nooit heb gemaakt. Ik ga laten zien hoe je makkelijk van een daglook naar een avondlook kunt gaan. Dus hoe jij makkelijk gewoon van jouw everyday make-up kunt veranderen naar een ik ga naar een feest, ik ga naar een club make-up look. Zonder dat je je hele make-up er weer helemaal af moet halen. Ik ben een persoon. Ik maak mij één keer op en that's it. Ik ga me niet drie keer opmaken. Ik ga niet helemaal make-up eraf halen en weer erop doen. Ik heb vriendinnen die dat echt doen. Die halen gewoon rond 6 uur alles eraf. Dan gaan ze weer helemaal opnieuw opmaken. Ja, ik doe dat dus niet. Dat is echt way too much effort. En ik ben daar veel te lang voor. En dat is echt gewoon te veel werk voor mij. Vooral omdat opmaken, het is al zoveel tijd en werk. En ja, ik heb dan geen zin om het opnieuw te doen. Dus ik heb vandaag een makkelijkere manier om je make-up feestelijk te maken. Zonder alles er opnieuw af te hoeven halen. Dus dat is denk ik ideaal. Dit wat ik nou op heb is mijn everyday make-up look. Voor sommige mensen is dit al hun glam look. Voor mij is dit mijn alledaagse, ik ga gewoon iets doen, make-up look. Ik heb ook helemaal geen oogschaduw op niks. En ja, ik vind dit echt een prachtige look. Ik vind mijn everyday look echt heel mooi. Dit is echt mijn ding. Maar dit is niet de look waar ik voor ga als ik naar een feest ga of zo. Dan moet het allemaal wel iets heftiger zijn. Nog heftiger dan wat ik al op heb nou. De video van vandaag gaat dus niet over hoe je make-up weer bij kunt werken. Het is puur gewoon een look veranderen naar een feestlook. Dus dat wilde ik wel even duidelijk maken, zodat iedereen echt begrijpt wat ik vandaag ga doen. Dus ben jij benieuwd naar hoe ik van deze everyday look een avondlook maak? Blijf dan vooral even kijken en vergeet niet te liken en te abonneren. Voor de mensen die geen nep wimpers dragen, ik doe dat wel, want ik heb echt geen echte wimpers. Dus ook bij mijn everyday look plak ik ze op. Maar als je dat dus niet hebt, wat veel mensen niet hebben bij hun everyday look, dan is het belangrijk om nep wimpers op te doen als je het feestelijk wilt gaan maken. Maar ik heb dat dan op. Ik ga beginnen met de ogen. Ik ga ze er ook niet afhalen, want het is vandaag echt een super makkelijke manier. Ik heb helemaal geen oogschaduw op, zoals je kunt zien. Dus die ga ik nou wel aanbrengen. Pak een paletje die gewoon makkelijk is, die en matte kleuren en glanzende kleuren heeft. Ik heb hier de Revolution Velvet Rose Reloaded palet. Hij flikkert gewoon uit mijn handen. En dit paletje is echt ideaal om heel snel een soft glam make-up look te maken. Je hebt allemaal matte kleuren. Je hebt ook glanzende kleuren best wel veel. En het is een heel betaalbaar paletje. Dus ideaal. En de kleuren zijn een beetje bruinig. Een beetje naturel kleuren. Als je dit gaat doen, pak dan geen hele felle kleuren. Want voor felle kleuren moet je toch iets meer effort doen. Daar heb je iets meer tijd voor nodig. Dus vandaar dat ik gewoon ga voor wat meer naturel kleurtjes. Dus we gaan even inzoomen op mijn oogjes. Oké, ik ga dus beginnen met het meer feestelijk maken van mijn ogen. Het moet toch iets meer glam zijn dan wat ik nou op heb. En ik begin met de hele lichte bruine matte kleur. En dan pak ik gewoon een grote fluffy kwast. En die kleur breng ik gewoon zo aan in mijn hele arcadeboog. Als je geen oogschaduwpalet bij de hand hebt, je kunt dit ook gewoon doen met bronzer. Dat is een nog makkelijkere manier. En dan ga ik gewoon zo een beetje op en neer. En that's it. Gewoon lekker snel en makkelijk. Dan pak ik de iets donkerdere bruine matte kleur, deze hieronder. Ook weer gewoon met die grote kwast. En daarmee ga ik ook gewoon zo in mijn arcadeboog. En gewoon zo op en neer. Kijk wat een verschil gewoon die twee matte kleuren al maken in de hele look. Dan pak ik ook weer die twee matte kleuren. En die breng ik dan ook aan op mijn onderste wimperrand. Ik heb al mascara daar, maar dat maakt niet uit. Die gaan we gewoon zo meteen opnieuw aanbrengen. Dus ik breng het gewoon aan alsof ik nog geen mascara heb daar. Dan wil ik nog ietsje donkerder maken. Ik ga ook in met de donkere bruine kleur. Niet de allerdonkerste, maar deze. En ook nog gewoon nog die grote fluffy kwast. En deze kleur breng ik dan ook nog een beetje aan. Kijk, dit maakt het nou echt een stuk donkerder. Kijk het verschil met die en deze. Zo, en die kleur breng ik dan ook aan op de onderste wimperrand. Zo, en dan wil ik ook nog een glanzende kleur aanbrengen, want hè, het is een feestnachtlook. Ik ga voor deze onderste kleur, deze is een beetje goudachtig. En die breng ik gewoon met mijn vinger aan op mijn hele ooglid. Gewoon lekker makkelijk en snel. Dan pak ik weer die fluffy kwast van net. Ik heb er niks meer opgedaan en dan blend ik gewoon een beetje zo de randen. Gewoon een heel klein beetje.
Zo, en dan om de look helemaal af te maken wil ik ook nog een bruin oogpotloodje aanbrengen in mijn waterlijn. Daarvoor gebruik ik de Catrice bruin oogpotloodje. Dit is in de kleur 140. Zo, en nou door alle oogschaduw is de mascara hieronder er een beetje afgegaan. Dus die breng ik opnieuw aan. Ik gebruikte mijn Benefit mascara. Zo, en dan heb je echt op een hele makkelijke manier toch nog een mooie full glam ooglook. I like it. Als je er echt voor wilt gaan, je kunt ook nog een wing aanbrengen. Maar dat hoef ik vandaag niet per se. Ik vind het zo wel mooi. Oké, we gaan verder nou met het gezicht. Ook het gezicht kan wat verandering gebruiken. Bijvoorbeeld de glow. Ik heb al een glow, zoals je kunt zien. Heel erg mooi. Maar het kan altijd meer. Ook weer niet te veel. Anders wordt het misschien iets te veel glow. En dat is ook weer niet wat je wilt. Maar ik dep er nog een beetje extra op. De glow die ik nou op heb is de Physicians Formula Butter Highlighter. In de kleur champagne. Heel mooi en goud. Maar ik wil toch iets meer glitter. Iets meer sparkle. Dus ik ga er overheen met de Colourpop Brighter Than the Moon Super Shock Highlighter. Dit is in de kleur Counting Sheep. En dit is een hele mooie glitterige glow. Echt super mooi. Kijk dit hoe heftig. En dit is dus echt een stuk heftiger dan de andere glow. Die heeft ook een soort van mini glitters erin. Dus ik vind die echt prachtig om erop aan te brengen. Niet alleen, want voor alleen vind ik hem iets too much. Maar gewoon een beetje zo ploep ploep ploep. Dat vind ik wel mooi. Dus ik breng gewoon een beetje zo erop aan. Gewoon iets meer heftige glow. En dan ga ik ook helemaal zo een beetje omhoog ermee. Ook een beetje hier bij mijn voorhoofd. Een beetje op mijn neus. En dan ook nog een heel klein beetje op mijn kin. Kijk, I love it. Dat is toch net iets meer glow, iets meer heftig. En ik breng het nou ook zo helemaal zo hier aan, zo helemaal omhoog. En dan als je zo je hoofd beweegt, dan heb je zo'n hele glow over je hele gezicht. Ik vind dat echt prachtig. Dan de lippen. Ik heb nou een hele nude lipstickje op. Dat moet natuurlijk heftiger, dus die kan er vanaf. De lipstick die ik nou op heb is Pixi Matte Liquid Lipstick in de kleur Nude Posh. En met lippotloodje Sweet Tea van Morphe. Dit is echt een hele mooie lipcombo, maar het is iets te nude voor een feestje. Dus deze gaat eraf. Zo, en dan met mijn beauty blender die ik net heb gebruikt, waar nog een beetje concealer en zo op zit, ga ik over mijn lippen. En dan is alles weer zo mooi egaal. Dan ga ik voor rode lippen, because I love that. Als lippotloodje gebruik ik de Kiko lippotlood in de kleur 319. En dan gebruik ik de By Kelsha Matte Liquid Lipstick. Deze is heel mooi rood. Dit is in de kleur Sexy AF. Echt prachtig. Kijk even hoeveel verschil dit maakt in de look. Echt, I love it. Super mooie lipstick. Dan als laatste nog fixing spray. Ik gebruik een glowy fixing spray, want dat is wel mooi met de look. Want dan heb je zo'n hele mooie glowy gezicht. Ik gebruik de W7 Ready Set Glow Gold fixing spray. En bij glowy sprays moet je altijd even schudden. En dan wat ik doe is ik pak de onderkant van mijn sponge. Die is nog helemaal schoon. Dan druk ik gewoon alles zo erin. De spray is nou op mijn gezicht. En die druk ik nou erin. En doordat ik nou druk, druk ik alle make-up zo mooi in elkaar. En dat is altijd extra mooi. I love it. Dan pak ik ook nog als laatste mijn mascara. En die breng ik nog een beetje extra aan op mijn nepwimpers. Om het iets heftiger te maken. Gewoon een klein beetje. Gewoon om ze iets meer vavavoom te geven. Kijk, dat maakt het toch net iets heftiger. Nou, en dit is dan een hele snelle en makkelijke manier om van jouw everyday look een evening look te maken. Een face look. En dit is echt zo gedaan. Je bent echt klaar binnen maximaal een kwartier. Dus echt top. Mensen, wat vinden we van de look? Ik vind hem echt super mooi. Het is zo makkelijk, zo snel en je hebt echt... zo gepiept en je bent dan gewoon klaar zonder dat je weer heel je make-up eraf hoeft te halen. Dus ik vind dit echt ideaal en een hele makkelijke manier. En ik hoop dat jullie dat ook vinden. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video's. Doeg! Doeg!